Dit is deel 2 van college 7. Nou, inmiddels heb je hopelijk een redelijk goed beeld van wat attitudes zijn en hoe je ze kan meten. Maar waarom zou je ze eigenlijk willen meten? Alleen maar omdat ze gedrag voorspellen, toch? Dat klinkt heel logisch. Als je weet wat iemand ergens van vindt, of iemand er positief over is of negatief, dan weet je ook wat mensen gaan doen. Toch? Ik zeg dit twijfelend, omdat we inmiddels al weten, al bijna zo'n 100 jaar weten, dat het niet zo is. Dat jouw attitude niet altijd jouw gedrag voorspelt. Het is gebleken al uit onderzoek uit 1934, dus echt al heel erg lang geleden. Een van de eerste sociaal-psychologische onderzoeken uitgevoerd ooit door Lapierre. En Lapierre was geïnteresseerd in het verband tussen attitudes en gedrag. En hij ging dit onderzoeken op een best wel een spraakmakende manier, zou ik willen zeggen. Wat hij ging doen was, hij was in de Verenigde Staten en hij had vrienden, een jong Chinees koppel. En met dit jonge Chinese koppel ging hij op bezoek bij 251 restaurants. Een beetje verspreid over de Verenigde Staten. Dus nogal een uitputtende studie zou ik zeggen. Ook een hele smakelijke studie als je 251 restaurants mag bezoeken. En ook best een spannende studie. Want nu lijkt dat misschien wel leuk. Gewoon ja, met je Chinese vrienden ga je samen restaurants bezoeken. Maar in 1934 was discriminatie tegen Aziaten nog aan de orde van de dag. En heel openlijk. Dus er was heel veel vooroordelen, negatieve stereotyperingen over Aziaten in de Verenigde Staten. En het was ook heel erg normaal en gebruikelijk om Aziaten de toegang tot bijvoorbeeld restaurants te weigeren. En dat was ook wat er eigenlijk in de regel gebeurde. Aziatische mensen mochten niet zomaar elk restaurant binnenstappen. Die werden heel vaak de toegang geweigerd. Nou, wat Lapierre wilde weten was of als hij op pad ging met dit jonge Chinese stel, of hij dan wel of niet werd toegelaten tot die restauranten. En tot zijn grote verrassing eigenlijk, van de 251 restaurants die hij heeft bezocht, werd er maar bij één geweigerd. Dus bij 250 restaurants mocht hij gewoon met dit Chinese koppel naar binnen en hebben ze gewoon een maaltijd genuttigd. Maar bij één werden ze geweigerd. Dat lijkt heel goed nieuws, toch? Dan denk je, nou, fantastisch. Blijkbaar viel het wel mee met die discriminatie tegenover Aziaten in 1934. Maar voordat je die conclusie trekt, moet je even luisteren naar het volgende gedeelte van het onderzoek. Want toen Lapierre weer terug was, ging hij contact zoeken met die restaurants. Hij zei niets over dat hij ze al bezocht had. Hij vroeg alleen maar aan die restauranteigenaren: als ik bij jullie op bezoek kom met mijn Chinese vrienden, ben ik dan welkom bij jullie in het restaurant? En toen kwam eigenlijk de ware aard naar boven. Hoewel dus maar één restaurant hen had geweigerd, zei achteraf 92% van de restauranthouders dat ze hen de toegang zouden weigeren. Dus hun attitude was negatief. Je attitude was, jullie zijn niet welkom. Het gedrag was anders. En natuurlijk is er veel aan te merken op deze studie. Want je weet natuurlijk niet dat de persoon die dat antwoord gaf, jullie zijn niet welkom, of dat dezelfde persoon was die ook aanwezig was op het moment dat zij dat restaurant daadwerkelijk hebben bezocht. En zo kun je wel meer opmerkingen plaatsen bij deze studie. Maar het geeft in ieder geval aan dat de attitude en het gedrag niet in lijn is met elkaar. En dat is gebleken uit heel veel meer onderzoek. Heel vaak zijn onze attitudes eigenlijk een hele slechte voorspeller van gedrag. En als je wil weten wat iemand van plan is te gaan doen en wat iemand ook daadwerkelijk uiteindelijk gaat doen, moet je eigenlijk heel veel factoren meenemen. En er zijn 3 factoren uiteindelijk echt van belang. Tenminste, dat is gebleken uit de theorie van gepland gedrag, ontwikkeld in 1985 door Eisen. Volgens deze theorie kun je kijken wat iemands gedragsintenties zijn. Dus welk gedrag ben je van plan uit te gaan voeren? En dat voorspelt vervolgens jouw gedrag. En dan zijn er 3 componenten van belang. De eerste component is de attitude. Nou, attitude heeft dus wel zeker invloed. Maar het is wel belangrijk om hierbij op te merken dat het een hele specifieke attitude van een betrokkenen moet zijn over het gedrag. Dus niet een algemene attitude. Dus stel je voor, ik wil voorspellen of iemand een hamburger gaat bestellen bij McDonald's. Dan is het geen goede vraag om alleen maar te vragen: eet jij vlees, ja of nee? Dat is te algemeen. Je moet echt vragen, als jij naar de McDonald's gaat, zou je dan, wat vind jij er dan van om een hamburger te bestellen? Vind je dat een goed idee of een slecht idee? Dat is heel specifiek. Bij de McDonald's zou je daar dan een hamburger bestellen. Dus dat is een hele specifieke attitude. Dat geeft dus informatie over iemands gedragsintentie. Als je weet wat iemand daarvan vindt, dan geeft dat informatie over de intentie voor gedrag.
Maar het is niet voldoende. Alleen maar weten of iemand van plan zou zijn om een hamburger te bestellen bij McDonald's. Dat wil niet zeggen dat het daadwerkelijk gebeurt. Want dat hangt nog van twee andere factoren af. De eerste andere factor is de subjectieve norm. Dus dat zijn eigenlijk de opvattingen van de betrokkenen van andere mensen in je omgeving. Van belangrijke mensen in je omgeving. Tegen het gedrag in kwestie. Dus wat vinden andere mensen van jouw gedrag? Stel je voor, je gaat naar McDonald's. Je was van plan om een hamburger te bestellen. Maar je bent met een collega en die is vegan en heel erg overtuigd vegan. En je weet dus dat hij dat gedrag zal afkeuren. Dan zou het kunnen zijn dat je alsnog geen hamburger bestelt. Omdat de subjectieve norm dus tegengesteld is van jouw attitude. Nou, tot slot is het belangrijk dat wij het gevoel hebben dat wij controle hebben over ons gedrag. Dus in hoeverre hebben wij de ervaring dat wij zelf kunnen kiezen wat we willen doen. En ook dat kan dus jouw gedrag beïnvloeden. Stel je voor, je gaat dus met collega's naar McDonald's en je baas is er ook bij. En misschien ben je een beetje afwachtend dat je denkt, ja, ga ik nou bestellen? Of gaat onze baas nou voor iedereen hamburgers bestellen, ja of nee? Dus in hoeverre heb jij het gevoel dat jij zelf jouw gedrag kan controleren? Die drie factoren, je attitude, de subjectieve norm en de ingeschatte controle over het gedrag, die geven dus informatie over iemands gedragsintentie. En dat voorspelt gedrag. Dus best wel gecompliceerd. Dus attitudes voorspellen gedrag? Ja, echt lang niet altijd en echt onder hele specifieke voorwaarden. Dus ja, in hoeverre is het nou echt heel erg nuttig om iemands attitude te weten als je iemands gedrag wil voorspellen? Ja, niet altijd heel erg nuttig dus. En daarbij is het ook nog heel erg belangrijk om je te realiseren dat attitudes kunnen veranderen. Dat hebben we natuurlijk al gezien in college 6, toen hadden we het over cognitieve dissonantie. Op het moment dat wij een attitude hebben, een mening hebben, maar we vertonen inconsistent gedrag, kunnen we onze attitude zo overboord gooien. Denk je, ah nee, ik ben toch van mening veranderd. Ik vind het eigenlijk toch wel best wel een goed idee om een hamburger te eten. Want ja, of om vlees te eten, want ik heb die ene keer een hamburger besteld. Dus we kunnen onze attitude aanpassen aan ons gedrag. En dat kunnen we doen om onze dissonantie te verminderen. Dat is dus één route, hebben we al besproken. Nu gaan we het hebben over een volgende route waarop onze attitude aangepast kan worden. Dat kan namelijk via persuasieve communicatie. Een persuasieve communicatie is communicatie die bedoeld is om jou van mening te laten veranderen. Nou, dit is een onderwerp waar ook onderzoekers al heel lang mee bezig zijn. Ook zeker onder aanmoediging van heel veel bijvoorbeeld politici die heel graag willen weten, hoe kan je nou iemand beïnvloeden? Hoe kun je zorgen dat mensen gezonder gaan leven of van mening veranderen? En daar was een van de eerste groepen onderzoekers die hiermee bezig waren. Werkte aan de Yale University en die hebben in de jaren 50 deze strategie ontwikkeld om in kaart te brengen hoe mensen nou van gedachten gaan veranderen. En dat wordt samengevat in de Yale Attitude Change Approach. Nou, dat is dus, het heet zo omdat ze aan Yale University zaten. En deze aanpak is eigenlijk heel makkelijk samen te vatten in deze zin. Wie zei wat tegen wie? Drie componenten zijn belangrijk als je het hebt over persuasieve communicatie. De eerste component is wie, de kenmerken van de bron. Wie probeert jou te overtuigen? Sommige bronnen zullen succesvoller zijn in het jou van mening te laten veranderen dan andere. Tweede is wat, kenmerken van de boodschap. Wat is de boodschap? Wat is eigenlijk de inhoud van de boodschap? Dat heeft ook natuurlijk heel veel te maken met of je wel of niet overtuigd gaat worden. En tot slot, opnieuw, wie? En dat wil zeggen de kenmerken van de ontvanger. Wie luistert er naar de boodschap? En dat heeft ook heel veel invloed over of persuasieve communicatie wel of niet succesvol is. Nou, ik zal deze componenten nu één voor één met jullie bespreken. Te beginnen met kenmerken van de bron. Dus niet alle mensen zijn even succesvol in jou te overtuigen, jouw mening te laten veranderen. Wat maakt uit? Nou, het eerste wat heel erg uitmaakt is geloofwaardigheid. Als jij het gevoel hebt dat iemand een expert is, zal je eerder overtuigd worden dan als je het gevoel hebt dat iemand er niks van af weet. Want als je een expert bent, dan komt het over dat je er veel van af weet en dat je ook betrouwbaar bent. Dus als je, hopelijk, ga ik ervan uit, dat jullie mij zien als een expert op het gebied van sociale psychologie. En dat ik daarom ook geloofwaardig ben. Dus als ik jullie vertel over sociale psychologie, hoop ik dat er een grotere kans is dat je het aanneemt dan als misschien je buurmeisje die nooit sociale psychologie heeft bestudeerd, jou gaat vertellen waarom mensen op een bepaalde manier zich gedragen. Dan hoop ik dat je mij serieuzer neemt, omdat ik een betrouwbaardere, geloofwaardigere bron ben. Nou, de tweede kenmerk van de bron die ook heel erg belangrijk is aantrekkelijkheid.
al vaker genoemd, maar aantrekkelijke mensen die hebben een grotere kans om jou over te halen dan minder aantrekkelijke mensen. Dat is natuurlijk ook waarom al die aantrekkelijke mensen altijd in reclame zitten, zoals hier George Clooney met zijn bekende kopje koffie. Ja, dat werkt nou eenmaal, omdat wij eerder een boodschap aannemen van mensen die we leuk vinden. En daar zullen we later in dit college ook nog even op terugkomen. Dus dat zijn twee belangrijke kenmerken van de bron. Nou gaan we kijken naar kenmerken van de boodschap. Wat natuurlijk van belang is, is de kwaliteit van de boodschap. Slaat het ergens op wat iemand zegt? Is het van hoge kwaliteit? Dus dat is natuurlijk belangrijk. En het tweede wat belangrijk is, is in hoeverre een boodschap bepaalde emoties bij jou oproept. Een boodschap die heel erg droog gebracht wordt en heel erg abstract, ja, dus heeft eigenlijk weinig kans dat die jou kan overtuigen. Maar een boodschap die bij jou heel veel emoties opwekt en jou een beetje wakker schudt, ja, daar is eigenlijk een veel grotere kans dat het indruk op jou heeft en dat het ook kans heeft om jou van mening te laten veranderen. Bekendste voorbeeld hiervan zijn die enge plaatjes die tegenwoordig op pakjes sigaretten staan. Dat is natuurlijk bedoeld ook om jou angstig te maken, om jou bang te maken voor de gevolgen van roken. En we weten dat dit heel goed kan werken. Dus op het moment dat je met mensen angst opwekt, kan dat ze echt tegenhouden om een bepaald product te gaan gebruiken. Wat dan wel belangrijk is, is dat je niet alleen maar mensen bang maakt, maar ze ook een oplossing geeft. Dus bijvoorbeeld door op het pakje sigaretten ook te vermelden, als je wil stoppen met roken, dan kan je naar deze website gaan voor tips of voor hulp. Dus het opwekken van angst kan werken. Maar wat ook heel goed werkt, is mensen het gevoel geven dat het jou ook kan overkomen. En dat is zo bijvoorbeeld bij het identificeerbare slachtoffereffect. Zo bleek dat het aantal donaties voor de Parkinson's ziektevereniging werd echt veel meer toen een heel bekende acteur, namelijk Michael J. Fox, gediagnosticeerd werd met de ziekte Parkinson. Hij was een heel erg identificeerbaar slachtoffer. Heel veel mensen kennen hem en heel veel mensen hadden ook het gevoel van, oh, hij is eigenlijk een beetje net zoals ik. Of ik had dat net zo goed ook kunnen zijn. Als Michael J. Fox al Parkinson krijgt, nou, dan kan het mij ook treffen. Dus het voelde ineens veel urgenter en veel belangrijker om die ziekte serieus te nemen. Dus ook al, het werkt eigenlijk dus veel beter om één identificeerbaar slachtoffer te presenteren dan een hele rijks met cijfers over bijvoorbeeld het percentage mensen dat Parkinson krijgt in hun leven. Omdat het dus emoties opwekt. Nou, laten we nu gaan kijken naar de kenmerken van de ontvanger. Want het maakt nogal wat uit tegenover wie je staat. Als jij iemand wil overtuigen, moet je je goed realiseren dat mensen verschillen. Mensen verschillen van moment tot moment. We hebben een bepaalde stemming. En in college 3 hebben we al besproken dat mensen meer geneigd zijn om gecontroleerd na te denken als zij in een slecht humeur zijn. Dus als ze in een slecht humeur zijn, dan gaan ze waarschijnlijk heel kritisch luisteren naar jouw boodschap. En als ze in een goede stemming zijn, dan zijn ze minder kritisch. En dan maken ze meer automatisch hun beslissing. Dat is natuurlijk belangrijk om in je achterhoofd te houden als je iemand wil overtuigen. Nou, tot slot zijn er ook persoonlijke verschillen. Sommige mensen houden er heel erg van om heel diep na te denken. En deze mensen zijn hoog in hun need for cognition. Oftewel hun behoefte om ergens diepgaand over na te denken. En als je mensen wil overtuigen die heel erg, ja, heel veel behoefte hebben aan diep nadenken, moet je van goede huizen komen en moet je goede argumenten van stal trekken. En dat komt omdat die mensen dus houden van puzzelen, van diep nadenken, van overwegen, van discussiëren. En dat is best wel een flinke kluif om zo iemand te overtuigen. Als iemand laag is in need for cognition, dan moet je een andere strategie gebruiken. Dan hoef je niet met hele verhalen te komen of een hele diepgaande analyse. Maar dan moet je andere strategieën gebruiken om iemand van mening te laten veranderen. Nou, hier zie je al een beetje dat het dus belangrijk is om informatie te hebben over de ontvanger. En ook vooral over de manier waarop iemand luistert naar jouw boodschap. En dat is heel erg belangrijk om je te realiseren. Mensen gaan niet altijd op dezelfde manier om met informatie die ze krijgen. En volgens het Elaboration Likelihood Model zijn er grof gezien twee verschillende manieren om overtuigd te worden. Via de centrale route of via de perifere route. Nou, die centrale route en perifere route hebben heel veel overeenkomsten met wat we in college 3 hebben besproken. De centrale route lijkt heel erg op dat gecontroleerde nadenken. En de perifere route meer op dat automatische nadenken. Dus als we de centrale route gebruiken om informatie te verwerken, dan gaan we daar echt heel erg diepgaand mee aan de slag. Dat doen we liever niet, want dat kost heel veel energie. Dus we doen het eigenlijk alleen maar als wij het gevoel hebben dat wij voldoende kennis hebben, dat wij snappen waar het over gaat. Als het persoonlijk relevant is voor ons, dus als het ons echt aangaat, en ook als we ons persoonlijk verantwoordelijk voelen
voor bijvoorbeeld het nemen van een beslissing. Dus die centrale route die gebruiken we als we zowel gemotiveerd zijn, als we de capaciteit hebben om goed na te denken. En ja, we hebben het in college 3 ook al besproken. Als je die route gebruikt, dat gecontroleerde nadenken, dan kan je vaker tot betere afwegingen komen. Maar het kost ook even heel veel energie. En heel veel mensen hebben er vaak geen zin in. Dus wat er vaker wordt gebruikt, is de perifere route. Die wordt gebruikt als wij een bericht krijgen wat we vrij ingewikkeld vinden. Of die niet compleet is. Of misschien is het voor ons helemaal niet zo relevant. Zijn we afgeleid of vermoeid? Als dat gebeurt, dan gebruiken we de perifere route. Dus dat doen we als we geen motivatie hebben of geen capaciteit, of allebei niet. Dan gebruiken we de perifere route. En het is belangrijk om dat te weten, omdat je op mensen dan op een andere manier kan en moet overtuigen. Afhankelijk van of ze de centrale route of de perifere route gebruiken. Nou, dat is heel mooi te illustreren. Dat verschil in die route van informatieverwerking is mooi geïllustreerd in het volgende onderzoek. Best een complexe studie met veel verschillende condities, maar ik ga jullie er doorheen loodsen. Aan deze studie deden studenten mee. En die studenten die kregen in eerste instantie een speech te horen over een nieuwe wet, eigenlijk, of een nieuwe regeling, waarbij alle masterstudenten eerst deel moeten nemen aan een heel erg lastig toelatingstentamen voordat ze mogen afstuderen. Dus iedereen die wil afstuderen moet eerst een hele moeilijke nieuwe uitgebreide test doen. En ze kregen daar een speech over te horen waarom dat wel of niet een goed idee zou zijn. Nou, al die studenten kregen die speech te horen, maar er waren verschillen. Ten eerste was voor sommige van die studenten die speech persoonlijk relevant, omdat ze informatie kregen dat deze regeling voor dat ingewikkelde, zware tentamen, dat dat gelijk zou worden ingevoerd. Dus ook voor hen, zij waren ook studenten op die universiteit, dus het zou ook voor hen gelden dat zij dus ook dat ingewikkelde tentamen zouden moeten doen voordat ze konden afstuderen. En de tweede groep studenten werd hen verteld, we denken erover na om deze regeling in te voeren, maar als we dat doen is het pas over 10 jaar. Dus persoonlijk niet relevant. Dus persoonlijk relevant, persoonlijk niet relevant. Er waren er nog meer verschillen. Want sommige studenten kregen kwaliteiten te horen in de speech die echt heel goed waren. Dus hele hoge kwaliteit argumenten. En sommige kregen eigenlijk best wel slechte argumenten te horen. Dus die speech die zat eigenlijk niet zo goed in elkaar. En tot slot was er nog een verschil in de bron. Dus degene die de speech gaf. In sommige gevallen was de spreker iemand met een heel hoog aanzien. Een hele eminente, belangrijke professor van die universiteit. En in andere gevallen was het een middelbare scholier. Dus iemand die eigenlijk heel weinig aanzien had. Laten we kijken in hoeverre studenten overtuigd waren dat het invoeren van die regeling wel of niet een goed idee was. Nou, kijken we naar deze grafiek. Veel informatie. We gaan eerst kijken naar de grafiek waarbij er wel persoonlijke relevantie was. Dus grote persoonlijke relevantie. Hier zie je dat de factor die verreweg het belangrijkste is, is of het sterke of zwakke argumenten zijn. Die bovenste lijn, dat is de lijn van sterke argumenten. Als er goede argumenten werden gebruikt in de speech en het was persoonlijk relevant voor studenten, dus die regeling zou gelijk worden ingevoerd, waren ze er eigenlijk best wel positief over. Zeiden ze, ja, dat is wel een goed idee. Als er hele slechte argumenten in die speech werden genoemd en het was persoonlijk relevant voor ze, zeiden ze, nee, dat doen we niet, slecht idee. Dus ze hadden echt kritisch geluisterd. En die bron, of iemand nou weinig deskundig was of zeer deskundig, maakte eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus die professor die had wel iets grotere kans om mensen te overtuigen, maar dat verschil was niet gigantisch. Dat is heel anders in de tweede grafiek die je ziet. Als het niet persoonlijk relevant is. Dus voor de studenten die te horen hadden gekregen, deze regeling wordt pas over 10 jaar ingevoerd. Je ziet dan dat ze heel anders omgaan met de informatie. Ineens is eigenlijk de bron wordt gezien als het belangrijkste instrument. Als die bron heel deskundig is, dan zijn mensen positief. Als die bron niet deskundig is, een middelbare scholier, dan zijn ze niet overtuigd. De kwaliteit van argumenten maakt nog steeds wel wat uit. Dus de sterke argumenten, ja, die hebben een grotere kans om te overtuigen dan de zwakke argumenten. Maar het verschil is veel en veel kleiner geworden. Nou, dit is dus heel erg belangrijk om in je achterhoofd te houden als jij zelf iemand wil overtuigen. Want je moet echt weten welke route van informatieverwerking iemand gaat kiezen. En pas dan kan je iemand efficiënt gaan overtuigen. Dat was het.